Sinterklaasjournaal met Meester Luc. Hey, goedemorgen. Meester Luc van het Sinterklaasjournaal, speciaal voor de Albert Zwijnse Basisschool. Want je weet, Sinterklaas, het wordt een beetje lastig dit jaar. Hij is er wel, maar hij heeft wat hulp nodig. Ja? Ja, hallo, meester Luc? Ja, met de hoofdpiet? Ja, dag Piet, hoe gaat het? Ja, hier gaat het prima. Kijk, ik ben net naar de brievenbus geweest. En er zitten allemaal Sinterklaas voor Piet. Dus allemaal brieven, ja, die krijgen jullie. Maar vraag je, kan het kloppen? Hallo Piet, bent u daar nog? Misschien is Sinterklaas ook in de buurt? Ook in de buurt, kijk eens aan. Ik heb iets gehoord over een mijter. Ja. Hallo Sint, ja. U wilt graag een nieuwe mijter, dat ding op uw hoofd, hè? Een andere. En hoe moet die er dan uitzien? Ik vraag het gewoon. Of de kinderen willen meedenken. Nou, hey jongens en meisjes. Ik hoor net van Sinterklaas dat hij graag een nieuwe mijter wilde, hè? Die mooie hoed op zijn hoofd. Kunnen jullie meedenken? Misschien dat jullie wel hele goede ideeën hebben voor een nieuwe mijter voor Sinterklaas. Piet, we gaan er werk van maken hoor. Ja, hé, hey, de groeten hè. Dag Sinterklaas. Yo, dag. Hey, hallo jongens en meisjes van het Sinterklaasjournaal speciaal Albert Zwijnse. Hey, ik zit hier op de trap, al het regent weer een keer. Wij zijn wel benieuwd wat de kinderen in de klas al weten over het Sinterklaasjournaal. Ik heb hier twee jongens uit de groep van juffrouw Simona gehaald. Ze stellen zich even voor. Hoe heet je? Dante. Dante, en hoe heet jij? Jack. Jack. Dante en Jack en meester Luc op de trap. Hé hey jongens, hebben jullie iets gehoord van een brief? Is er een brief van Sinterklaas gebracht? Jack, weet jij er iets van? Wat stond er in die brief, weet je dat? Dat er als hij jarig is, zit er in van de tas een cadeautje. Oké. Okay. Weet jij ook nog iets, Dante? Ja. En je weet niet welke tas het is. Ah, dat is nog een verrassing. En hebben jullie ook eens nog iets gezien van veren of andere dingen van het Sinterklaasjournaal? Ik zie overal veren liggen, maar daar komen we wel uit. Nou, dag jongens, nou zwaai maar even. Dag! Ja, goedemorgen. Goedemorgen jongens en meisjes van het Sinterklaasjournaal. Ik sta hier in de regen voor de klas. Ja, hoofdpiet. Ja, u hoort wat lawaai. Dat is de regen. Ja, ik sta hier voor de klas van juf Jennifer. Ja, groep 5A. En ik ga haar gewoon even vragen of het allemaal een beetje lukt. Gaan jullie mee? Goedemorgen jongens en meisjes. Juf Jennifer. Juf, mag ik u iets vragen? Ja, natuurlijk. Komt u even mee naar buiten? Is het iets dat ik misschien stout heb gedaan? Nee. Moet ik me zorgen maken? Het gaat niet over een HDMI-kabel. Komt u op rust. Juf, wij zijn van het Sinterklaasjournaal. Special Albert Zwijnse Basisschool. Ja, en we zijn benieuwd of het allemaal een beetje lukt met die brief. Ja, ja. En ook met die mijter. Ja, dat lukt tot nu toe wel. Maar ja. Hebben ze al dingen bedacht? Ja, we zijn ermee bezig. Alleen ze maken zich wel zorgen, maar ja. We doen ons best. Dus het gaat de goede kant op. Ja, dat wel. Maar gaat het wel lukken met Sinterklaas en met al dit goed gedoe? Het is een heel gedoe, maar het komt niet. Oké, dan gaan wij dan door met alle opdrachtjes en alle dingen die we moeten doen. Bedankt voor uw tijd. Komt goed. En een fijne dag. Is goed. Ik zeg voor de tv. Ja. Dag, juf. Nou, dag jongens en meisjes. Je hoorde het. Het ging dus goed op deze dag. Morgen, dat zien we wel weer verder.